Yo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA 5 Online. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan natuurlijk lekker verder waar we afgelopen vrijdag zijn gebleven. Nu wel, laten we gewoon lekker beginnen, dat komt bij helemaal goed. Ja, goed nou maar. Goed nou, ja. Wij willen natuurlijk weer de straat op, maar eerst moet ik het op internet. Dan moet ik het geld weer allemaal op bank zetten. Deze. Ik wil dat. Volgens mij heb ik die nodig. Wil ik erop hebben? Nou, in totaal 90.827. We hebben bijna 1 ton, jongens. Goed. Het is midden in de nacht. Goed, oké. Dan proberen we met de S te gaan, denk ik. Ja, laten we lekker naar de S gaan. Ik heb een leuke snelle wagen. Oh ja, we kunnen ook gewoon zo, hop. Goed. Nou, daar gaan we. Goed. Ah, daar gaan we al meteen. Oké, we hebben niet echt. We zijn best wel klein, we zijn niet echt goed. Maar volgens mij moeten we iets bij de politie gaan doen. We moeten een manier zien te krijgen. Je blijft van mijn auto af. Oké, we gaan naar 2 auto's. Ik vul gewoon deze wagen. Kijk waar die naartoe gaat. Die ga ik vullen. To the police station. En die rijdt ontzettend snel. Die kan ik niet bijhouden. Even kijken of ik op een andere manier naar binnen kom.
Kan ik hier zo... Dat was natuurlijk niet zo handig van mij. Daar zit iemand. Kijk, daar zitten die. Ik sta helemaal verkeerd. Oké, die staat nergens op. Ik dacht, misschien is het slim. Deze auto heb ik nodig. Lose the cops. Die heeft het leven toe te... Oké. Ik heb een auto. Ja. Hij zegt lose the cops. En dan moet ik wel... Ik heb de dus. Ja, de dogs die liggen helemaal aan die kant. Wat? Goed, ging me net goed. What the fuck?
Hier doorheen. Ik zet ook gewoon hier even een waypoint neer. Oké, maar in ieder geval heb ik dus een auto. Gelukkig gaat het niet op tijd. Dus dan ga ik even heel snel ook naar de wapenwinkel. Om armen en zo shit te halen. Die auto komt eraan. Dan hebben we hem gewoon gehaald. Waar staat mijn eigen auto eigenlijk? Kijk, die staat gewoon. Die hebben gewoon geparkeerd. En ik ben eigenlijk, ja, doorheen zo geklommen. Dat was dom om daar zo in één keer te vallen. Maar ik dacht daarbij niet na. Ik denk, ik moet een paar agenten moet ik zien uit te schakelen. Zij zijn bijna in de buurt. We staan wel stil. Kan die... Hebben zij een politie achter zich? Gezien. Oké, daar komen ze aan. Kut. Mission passed. Kijk. En dan kunnen we binnenkort een nieuw huis gaan kopen. De missie is geslaagd. Like. Oh. Nee. Ik ga hier weg. Want ja, ik ben klaar. Tijd zit er ook op. Maar op zich was het best wel leuk. We hebben hem eindelijk eens een keertje gehaald. Dus nu weet ik eigenlijk ja, een tactiek. Hoe je hem het beste kunt gaan doen. Maar we waren met 4 man.
Dus dan is er eentje doodgegaan. Vanwege die elk die ik had gepakt. Volgens mij. Maar ja, het enige wat je moet doen is gewoon wat agenten neerknallen. Dat is het enigste. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Shoot the most vehicles. Oh. Je moet auto stelen. Dat gaan we niet doen. Ja, wij komen net van de missie af. En ik ga nu naar huis. Zo. Zo. Dan gaan jullie niet door. Goed, nou we gaan onze auto eerst veilig stellen. Ja, dan moet je maar uitkijken. Nee ja, zit er weer eentje hier. En is mijn auto ook weer kwijt. Zie je dat? Dus een wagen waar je niet thuis kan komen. Crazy ass town.
goed dat mijn auto automatisch in de garage staat. Nieuws is dit. Not that I'm impressed by that shit, but that car's all right. It's kind of cool. Ah! You douche! Dan ga ik eens even kijken of mijn... Ja, ik ga eens even kijken of mijn auto erin staat. Heb ik ook iets in mijn garage? Nee, die auto is nu weg. Maar misschien komt hij wel weer terug. Hij moet gewoon een nieuwe auto. Dat is vervelend. Ik heb cash 22.180. Nou. Dat ga ik weer veilig stellen, want ik doe dat altijd. Dat dat in ieder geval niet meer afgepakt kan worden. Dan gaan we op deze zetten. Dan hebben we nu 112.000. We kunnen best wel wat kijken hoor. Kunnen niet betalen. Deze wel. Dit is het huis waar ik nu in zit. Of niet? Nee, dat is... Niet precies. Goed, nou ja, dan moeten we nog even kijken. Misschien dat we toch wel iets duurder huizen. Dat we rond de 150.000 euro willen gaan. Dat we een betere. Dat we nog even hier en dat misschien eind volgende week of over 2 weken dat we dan een goed prima huis hebben voor 150.000. Misschien goed. Ik ga het hier zo laten, jongens. Kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Volgens mij zijn we er morgen. Of niet? Volgens mij wel. Woensdag. Volgens mij zijn we er morgen. Ja, goed. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen, jongens. Mazzel!